Buschauffeurs leggen de hele week het werk neer. Regio massaal op de bres voor Turkije en Syrië. Een grote brand ontwricht het dorp Heteren. Ja, het was deze week de week van de staking in het streekvervoer. Vooral bussen, maar ook sommige treinen vielen hierdoor uit, met veel gedupeerde reizigers tot gevolg. Omdat niet alle buschauffeurs zijn aangesloten bij een vakbond, is het lastig te voorspellen welke bussen wel of niet rijden. Dat werd maandagochtend ook gemerkt op het busstation in Nijmegen. Ik heb geen idee wat er wel en niet rijdt. Want de bus die je normaal neemt, die is niet op komende dagen? Dat staat er nog niet, nee. Helaas niet. Ik had de laatste sprinter naar het Centraal Station. En ik kom hier weer met een sprinter vast te staan op het Centraal Station. Eigenlijk zou mijn bus nu komen, maar die staat er nog niet. Gaan jouw bussen wel gewoon? Ik probeer er eentje te pakken, 300 in ieder geval. Maar ik zal even wachten of die gaat. Wat vind je ervan dat er wordt gestaakt? Ja, goed. Ja. Nee, die mensen moeten ook gewoon hun dingen verdienen. Dat is ook wel lastig voor het bedrijf, maar ja, ik vind het goed voor de mensen dat ze doen. Ja, ze doen het in ieder geval met een reden. Maar ja. Het geeft wel een hoop ellende mee, als ik eerlijk ben. Ja, ja, vertel. Nou, normaal pakken we direct de bus bij ons thuis in de buurt en die gaat gewoon naar school. En nu het is een beetje hopen welke er rijdt, hè? Ik vind dat moeilijk. Ja. Ik snap het, maar ik vind het ook vervelend. Ik bedoel, het heeft aan beide kanten zijn pijn. Ja. Vervelend. Ja, sommige mensen moeten gewoon naar werk en naar school. Sommige mensen zijn afhankelijk van de bus. Weet je, ik snap het van hun kant op zich wel, maar volgens mij hadden ze zelfs al een deal dat ze al loonsverhoging kregen, was er niet genoeg, hè? Afgelopen weken legde het streekvervoer al meermaals wat werk neer voor een betere cao. En na het indienen van het ultimatum liet de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer al weten dat het cao-voorstel wat voor ligt komt te vervallen als de bonden overgaan tot de staking. Omdat er verder niet meer werd gereageerd op het ultimatum is besloten deze vijfdaagse staking af te kondigen. Dat betekent dus ook dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel om de cao-bespreking weer van voren af aan te beginnen. Ja, waarom staken we? Omdat wij... Kijk, het verschil is dat we nu met twee partijen... We zitten nu voor de... Het is een beetje technisch, maar voor de CO 2023 te onderhandelen. Dus dat is een iets andere situatie. En vandaar dat we nu ook gewoon met beide bonden, zowel CNV als FNV, ook gewoon gezamenlijk optrekken. En dus gewoon... Ja, nu zoiets hebben van ja, we gaan gewoon als werkgevers ja, geen gehoor willen geven aan onze eisen. Ja, dan zijn we wel genoodzaakt om actie te voeren. En wat moet er dan voor jullie gebeuren om niet nog een volgende staking te plannen? Nou, kijk, werkgevers weten heel goed wat zij, waar onze belangrijke punten liggen. Dus ze moeten daarover met ons in gesprek gaan. Het betreft werkdruk die hoog is, heel hoog is. Arbeidsomstandigheden, loon en ook een goede ouderenregeling. Dat zijn gewoon de belangrijke punten waar ze ons op tegemoet moeten komen. De geluiden zijn natuurlijk niet super positief, want mensen die moeten naar hun werk toe en naar hun studie. Hebben jullie ook wel eens gedacht over een andere manier dan staken? Ja, nee, we hebben in het verleden hebben we wel ons publiek-vriendelijke acties gedaan. En dan hebben we gewoon hebben we mensen gratis vervoerd. Maar als we dat deden, zeiden de werkgevers van ja, weet je, jullie doen je werk niet goed. Dus we vinden dat jullie staken. Dus je krijgt gewoon je loon niet. Dan denken we, ja, weet je, als dat de manier van doen is, ja, dan rest ons weinig anders dan ook gelijk het hele werk neer te leggen. We vinden het ook vervelend voor de passagiers, maar ja, soms dan kun je helaas niet anders. Met. Donderdagochtend is de brandweer urenlang bezig geweest om een zeer grote brand in Heteren te bestrijden. Het gaat om een pand met tuin- en parkmachines. Vanwege de sterke rookontwikkeling werd er groot alarm geslagen. Brandweer, politie en ambulancepersoneel rukten in meerdere eenheden uit. Rond 17:15 ochtends werd de brand in Heteren gemeld bij de meldkamer. Het zou gaan om een bedrijfspand aan de poort van Midden Gelderland. De brand woekert hard en er zijn enorme rookpluimen te zien. We hebben nu op dit moment hebben we ongeveer de eerste helft van het pand onder controle. En de andere helft, er zijn nu wat extra eenheden voor ter plaatse gekomen. Omdat het toch wat complex blijkt te zijn om door het pand heen te komen. Dus daar zijn we nu nog mee bezig. Nee, er zijn gelukkig geen mensen binnen geweest, dus er zijn geen gewonden. Voor de zekerheid staat er een ambulance, maar die heeft gelukkig nog niemand hoeven helpen. In het pand staan tuin- en parkmachines. De oorzaak van de brand is onbekend. Vermoedelijk gaat het om geëxplodeerde accu's.
Achter mij zie je natuurlijk een stevige rookontwikkeling. Het schijnt zo te zijn dat de brand van midden van binnenuit komt. Dat maakt voor de brandweer ook best wel moeilijk om deze brand te blussen. Ja, ze hebben te maken met een complex bedrijvenpand. En ze hebben een gat in het dak gemaakt om van die rook af te komen zodat ze verder kunnen. De rookontwikkeling belemmert het bestrijden van het vuur. Het vermoeden is dat er tussen het dak en een verlaagd plafond iets ligt te gloeien. De brandweer doet zijn uiterste best daar zicht op te krijgen. Nou, de mensen zijn al even binnen. Er zijn wat verkenningen. Het is een beetje een complex pand binnen, waardoor wat plekken moeilijk bereikbaar zijn. Dat gerinkel van glas dat is waarschijnlijk omdat ze wat uitstroommogelijkheden voor de rook willen creëren. De gevolgen waren groot voor de wijde omgeving. Via een NL-alert is gewaarschuwd voor mogelijke giftige rook. Omwonenden zijn door handhaving geëvacueerd. De meesten waren daadwerkelijk niet thuis, maar sommigen konden we via hun interactieve deurbel nog spreken. Meneer, heeft u de explosieven gehoord vanochtend? Ja, we hebben zeker explosieven gehoord. En op het moment dat de handhaving langskwam dat we beter het huis uit konden gaan, zijn we gegaan. En die zette ik in de auto en ging het heel hard knallen. En eigenlijk had ik nog een goed kinderzitje voor hem erin willen zetten. Maar dat heb ik niet meer gedaan, want hij begon helemaal te huilen. Oh. En toen heb ik hem op een stoel voorover gezet en toen zijn we snel gaan rijden. Mevrouw, wat heeft u vanochtend gehoord dat er iets werd geëxplodeerd? Er kwam een politiewagen voorbij en toen kwam de brandweer voorbij, kwam de ziekenwagen voorbij. En toen weer politiewagen, maar toen later hoorde ik dat er brand was. Maar dat duurde wel heel lang eer er een grote brandweer kwam. De politie gaf aan dat er mogelijk asbest in deze broekstukken zit. De bewoners is gevraagd om deze stukken zelf op te ruimen. We staan ongeveer op 500 meter van de brand af. Het is licht mistig door de rook. Ik ruik ook heel goed het vuur. Achter mij is de achterstraat afgesloten en er zijn explosies gehoord vanochtend. De resultaten zie je ook in deze straat, want hier liggen overal brokstukken. Even na 12:30 's middags werd het sein brandmeester gegeven. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Ja, een speciaal team heeft de resten van de brand donderdagavond zo goed mogelijk in kaart gebracht in de straten, tuinen en weilanden om vervolgens vrijdag op te ruimen. En dan, op dit moment staat de wereld even helemaal in het teken van de gebeurtenissen in Turkije en Syrië. Veel mensen willen graag een handje helpen om het leed te verzachten, zo ook in onze regio. Tientallen vrijwilligers kwamen dinsdag in de Wiegense Edisonstraat samen om gedoneerde kleding te sorteren voor de slachtoffers in de getroffen aardbevingsgebieden. Er is weer een nieuwe vracht aangekomen. Kijk, hele lading weer. Dit moet allemaal gesorteerd worden, uitgezocht worden. Zo. Ja, we doen hier ons best allemaal met de meiden, met vrijwilligers. Voor inverzameling voor de aardbeving in Turkije. Kijk, hier zijn ze aan het allemaal sorteren. Dit zijn de kussens, wat niet gebruikt is. Kijk, dit zijn winterkleren, winterjassen, wat heel goed is, waar mensen ze kunnen gebruiken. Wij gebruiken alleen maar goede kleding, die zo min mogelijk is aangetrokken. We zoeken het uit, zomerkleding zoeken we ook uit, want het is daar echt koud. Mensen kunnen daar natuurlijk geen zomerkleding aan doen. Het was nog maar een dag geleden dat de aardbeving in Turkije en Syrië plaatsvond. Een grote groep vrijwilligers is bereid om de handen uit de mouwen te steken. Mijn vriendin heeft gepost van kan iemand helpen bij wiegen. En ik heb dat ook gepost. En dat gaat gewoon zo, verder. Tientallen vrijwilligers zetten zich in om de gedoneerde kleding te sorteren voor het getroffen gebied. Dat gebeurt in een pand waar normaal gesproken monteurs bezig zijn met glasvezelbekabeling. Hoe heeft u dit zo snel kunnen regelen voor deze inzamelingsactie? Ik krijg een WhatsAppje. Ze zoekt een verzamelplek. En mijn pand toevallig vrijgekomen. En ik heb het aangeboden en is het zo is het gegaan eigenlijk. Waarom helpt u mee aan deze actie? Want dat is mijn afkomstland. En dat zijn mijn mensen en ik wil ze ook graag helpen. De jaren 99 is ook een aardbeving geweest. En ik was ook daar. En ik weet hoe dat
voelt die mensen die daar zitten. Ken je mensen die in dat getroffen gebied wonen? Ja, ik heb daar familie wonen, ik heb daar kennissen wonen. We kunnen hun niet bereiken. Ja. Het is hopeloos. Het is hopeloos daar, echt. Hier zijn ze ook allemaal aan het sorteren en controleren of alles goed is wat gebruikt kan worden. We hebben hier wintersokken. We hebben hier sjaals. Handdoeken moeten nog gesorteerd worden, opgezocht worden. Kijk, hier hebben we warmte, lucht. Wat kan geven? Ik geloof in de islam en voor ons is het meer van... Wat gebeurt, dat is het lot. Enigszins zit je ermee, ja, het raakt je. Maar je moet toch wel wat gaan doen. Dus we kunnen allemaal, ja, zo, hoe zou ik het zeggen, verdrietig hier zijn en elkaar of demotiveren of juist motiveren. Op het moment dat ik mensen zie die blij zijn, die echt hun best doen na het werk hier komen om ons te gaan helpen, ja, dan, het is gewoon niet te omschrijven. Je wordt daar gewoon gemotiveerd door, je krijgt daar energie van, je wordt er heel erg positief van. En hopelijk kunnen we deze positieve gevoel houden, zodat er zoveel mogelijk mensen gered worden. Zoveel mogelijk mensen de hulp gaan krijgen die ze nodig hebben. De goede sfeer motiveert de mensen hard door te blijven werken. Dit zijn de dekens. Wat hard kunnen geprobeerd worden. Kussens hebben we. Heb je wel voldoende slaap gehad afgelopen nacht? Nee, we hebben heel slecht geslapen. Helemaal niet. Kun je dat niet zien aan mijn ogen? Kom op, jongens. Het is allemaal voor een goede doel. En waarschijnlijk wordt het dan nog een korte nacht, want tot morgenmiddag 12 uur kunnen spullen worden ingeleverd. En na 12 uur gaat al deze producten, al deze dozen, die gaan morgen naar airport in Eindhoven. En daar is er een vrachtvliegtuig klaar. Nou, dat wordt dan... naar Turkije gevlogen. Ja. Naar de mensen die het hard nodig hebben. En de spullen die overblijven? Die gaan wij naar Recycle brengen. Van die geld wat wij daar krijgen. Die wordt gedoneerd weer naar het Rode Kruis in Turkije en Syrië. Bijzondere delegatie van NEC vertrekt naar Portugal. Heteren krijgt 5 grote kunstwerken door het dorp. En treinstation Dukenburg wordt eindelijk aangepakt. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Maandag en dinsdag was het teddyberendag in het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Kinderen mogen met hun knuffel naar de dokter en zo leren ze dat een ziekenhuis echt niet eng is. En voor de studenten geneeskunde is het meteen ook een goede les. Wij leren zelf ook heel veel van deze dag, een beetje met kinderen omgaan. Zodat het echt natuurlijk hartstikke leuk is om dit soort dingen te organiseren en je steentje bij te kunnen dragen. Dinsdagochtend vertrok er een heel bijzonder voetbalteam van NEC richting het buitenland. Want NEC gaat Europa in. Het team van bijzondere eredivisie van de tak NEC Maatschappelijk gaat een voetbaltoernooi spelen in Portugal. En daar doen niet de minste clubs aan mee. Familieleden, medewerkers van NEC en spelers uit de jeugd zwaaiden het team van NEC uit. Het dorp Heteren werd woensdag opgevrolijkt met 5 grote beelden van een meisje. Roosje, zoals ze heet, is onderdeel van een kunstroute en is op verschillende locaties te zien. Het eerste beeld werd geplaatst bij de rotonde onderaan de A50. Roosje van Heteren is het meisje dat verspreid door het dorp op 5 locaties te zien is in verschillende levensfases. Onderaan de A50 verwelkomt de volgroeide Roosje met een kers op haar hand iedereen die Heteren binnenkomt. Van alle treinstations in onze provincie kan station Nijmegen-Dukenburg al jaren op de minste waardering rekenen. De NS wil daar graag iets aan doen en probeert het station te verbeteren. Vorig jaar zijn de wachtruimtes onder handen genomen en deze week werd een stenen boog op het stationsplein neergehaald. Meer openheid creëren, meer verbinding met het plein. De liften worden ook zichtbaar en ook de trapopgang. De Wiegense Hindoestaanse tempel Sri Ram Mandir wordt dit weekend heropend. In juni afgelopen jaar ontstond er een brand door kortsluiting, waardoor de tempel maandenlang was gesloten. Vanochtend om 9 uur begonnen de eerste diensten weer. Het heeft een tijd geduurd, maar inmiddels is de tempel weer in zijn volle glorie hersteld. Daar kwam dan ook erg veel werk bij kijken, dat grotendeels door vrijwilligers is gedaan. Mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar hoe de tempel er in het echt uitziet, dan is er goed nieuws. Iedereen is namelijk meer dan welkom om een kijkje te komen nemen. In Druten worden op dit moment nog steeds vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen op een cruiseschip.
Waarnemend burgemeester Corrie van Ree Oud-Amersfeld bezocht deze locatie woensdag om te horen hoe het met deze mensen gaat. En tijdens het avondeten ervoer ze de verschillende emoties. Mooi, soms ook emotioneel, soms ook lastig. Maar tegelijkertijd goed om er te zijn. Mm-hmm. Ja, je bent er, je biedt een luisterend oor. En tegelijkertijd zie je zo of hoor je zoveel leed bij de mensen, waardoor je ook wel het gevoel krijgt van ik sta hier wel met lege handen. En terwijl we toch, vind ik, een hele goede opvang bieden, hoor. Maar ja, je bent je er weer even van bewust hoe ontzettend luxe we in Nederland leven. Hoe gelukkig we hier zijn. Mm-hmm. En wat heeft u het meest geraakt tijdens die gesprekken? Wat mij ontzettend raakte en wat ook emotioneel iets met me deed, dat was het verhaal van de moeders die vertelden over hun kinderen die achtergebleven waren in Oekraïne. En dat zijn dan, ik ben 66, ik heb volwassen zonen. En dat maakt dan dat je gewoon toch enigszins in kunt leven. Mm-hmm. Van moeders die vertellen dat hun zonen daar achtergebleven zijn in het leger. En als je dan zelf als moeder je die voorstelling maakt dat jouw kind in een oorlogssituatie is, in een gewoon echt een levensbedreigende situatie, en je kunt er niet bij zijn en je wacht iedere dag met spanning af wat het laatste nieuws is. Het komt ook doordat ik me daarin. Nee, ik denk niet dat je erin kunt verplaatsen zolang je daar zelf niet voor staat. Maar dat kwam bij mij heel hard binnen, gewoon omdat ik dan toch vrij snel de vergelijking maak met mijn eigen leven en mijn eigen kinderen. Mirjam uit Nijmegen-Oost houdt van koken. Dat doet ze natuurlijk dagelijks voor haar gezin. Maar op woensdagen kookt ze ook voor Miri. Miri woont een stukje verderop, kan prima zelf koken, maar vindt het fijn als er af en toe voor haar gekookt wordt. De dames werden aan elkaar gekoppeld via Stichting Thuisgekookt. Het gezellige praatje aan de deur bij het afgeven van het eten is eigenlijk waar het allemaal om gaat. Ik ben onderweg naar Mirjam en Mirjam is als het goed is aan het koken, maar niet alleen voor zichzelf. Hoe dat precies zit, gaan we even uitzoeken. Hoi hoi. Hoi. Hoi, wat leuk. Jij gaat koken. Ja, inderdaad. Kan ik jou helpen? Natuurlijk. Ja? Altijd goed. Nou, dan ga ik even mijn handen wassen. Ja, je mag wel beginnen met de paprika-reepjes. Je moet er gewoon smalle reepjes. Smalle reepjes, ja. En dan ga ik even wat cashewnoten aanbakken. En Mirjam, ik vroeg me af, want voor wie kook jij dan nu? Nou, ik heb me aangemeld bij Stichting Thuisgekookt voor een buurtgenoot. Mm-hmm. Ik dacht, ja, ik vind het wel leuk om een beetje verbinding te hebben met mensen uit de buurt en iets voor ze te betekenen. Ja. En toen kwam er een aanvraag van Mary. Ja, Mary en Mirjam. Ja. Ja. En dan hoe het dan gaat is dat je eerst een keer proefkookt om aan elkaar te wennen. Want hoe ben je erop gekomen om dit dan te gaan doen? Dat stond in het wijkkrantje bij ons. Oké. Okay. En toen dacht ik, nou, ik wil wel meer binding met de buurt. Dus ja. Ik ga dat wel doen. Hoe staat het met... Ja, volgens mij is het al aardig geroosterd. Ja. Dus ik denk dat het dit wel is. Super, ik ben daarmee klaar. Want ik vroeg me ook af hoe dat zit dan met betaling. Betaalt Mary jou dan bijvoorbeeld voor het eten wat je maakt? Ja, ze geven bij de Thuisgekookt aan wat een beetje gangbaar is. Mm-hmm. Dus ik heb het gemiddelde genomen. Per maaltijd vraag ik €3,50, omdat mm-hmm. ik extra boodschappen doe. Ja. Nou, op naar mevrouw om haar eten af te geven. Zeker. Yes. En dan ben ik heel benieuwd wat ze ervan vindt. Ja. Hopen dat ze het lekker vindt. Nou, het is voor het eerst dat het licht is nu. Oh. Kijk, volgens mij we hoeven niet eens aan te bellen. Volgens mij gaat de deur al open. Ik weet niet of dit de bedoeling is, maar... Ja hoor. Vast over, is helemaal goed. Je zag maar aankomen. Ja. Helemaal goed. Hallo. Hi, ik ben Pleun. Hoi, ik ben Mary. Hi, Mary. Aangenaam. Nou. Ik heb nog bakjes voor jullie. Oh. Nou, helemaal goed. Nou, dus jij hebt heel lang kom maar, neem ik het even aan. Ja. Oh, wat het is nog warm gelukkig. Ja, ik ben wel een beetje jaloers op je. En een klein beetje limoen erbij. Dus, leuk is dit, ja. Hè? Nou. Ja. Ja, voor mij is dit hartstikke goed, natuurlijk. Ja. Nou, geniet ervan. Ja. Je weet dat ik dat doe. Hè. Ja, ja. Helemaal goed. Van ja, dat is goed, hè? Ja. Oké. Okay. Doei. Doei.
Ja, tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Je kunt alle reportages natuurlijk altijd terugkijken via ons YouTube-kanaal. En het laatste nieuws vind je doorlopend op rn7.nl. Wij zijn er maandag weer. Graag tot dan en nog een heel fijn weekend.